Ja, een beetje gemengde gevoelens. Hè. We staan op die laatste plaats nu, dat is op zich wel jammer. Nu we moeten 4 spelers missen met vergelijking met van vorig jaar. Dus dat is niet zo evident. Hè. De jongeren hebben het zeker niet slecht gedaan. Nu, met de voorbereiding aan de zaal zijn de geblesseerden wel een beetje aan terugkomen. Dat is het goede nieuws. En voilà, ja, gewoon hard blijven werken en ja, we zullen wel zien. We wisten dat het heel slecht weer ging worden en zoals je wel ziet, het is echt mooi te zeggen strontweer. Iedereen bij ons kan niet wachten om de zaal aan te trekken. We wisten dat we vandaag tegen Skal hebben het altijd moeilijk tegen. We hebben er een paar spelers bij die tegen ons altijd een beetje meer kunnen. En we starten goed, we lopen 6 gewoon uit en we weten weer, het boekenmerk diepje net na de rust, hebben we al 10-12 jaar. En ik zei nog met rustig, jongens, we kennen ons eigen en toch flikken we het weer en komen ze op 2 goals en maken we ons eigen nog onnodig moeilijk. We hebben vorige week een slechte partij spelen tegen een sterk Borgerhout en dat was vandaag moesten herpakken, wouden we de aansluiting met een top niet verliezen. En ja, spijtig dat Borgerhout wint van AKC, want anders hadden we inderdaad terug de eerste plaats kunnen overnemen. Dat had mooi gestaan vlak voor de ingang van de zaalvoorbereiding, maar de tweede plek is ook mooi, dus ik ben wel tevreden. We hebben eigenlijk al heel veel chance gehad met het weer van het veld, maar vandaag, liever de zaal. Ik zeg, het veld is eigenlijk heel erg bijkomstig tegenover de zaal. Natuurlijk, je wilt iets hoger staan dan we nu staan. We hebben 2 punten te weinig, vind ik, dat we verdienen. De competitie ligt heel open. Ik denk, het is niet een hoogvlieger, het is helemaal iedereen op hetzelfde niveau, vind ik. Paar ploegen steken een beetje bovenuit, maar niet om te zeggen dat het onoverbrugbaar is. We zien wel, we gaan nu naar de zaal. Zorgen voor het veld zijn voor binnen een paar maanden. Daar moeten we toch zeker nog 3 keer binnen voor zeker behoud. Dat is ons hoofddoel in de veld, toch? Ja.